Daan Negbal. Ik ben 45 jaar oud. Ik heb 2 kinderen. Kunnen we het centraal houden? Dat werkt voor mij prettig. Ik ben 45 jaar oud. Ik heb 2 kinderen. Ik ben dakloos geworden. Ik heb mezelf uit die dakloosheid geholpen. Zoals gezegd, ik heb de kans gekregen en ook genomen. Hoe dat is gegaan, ga ik jullie proberen te vertellen in een filmische verhaal. Dat zit ook een beetje in mijn filmpje. Nou, ik heb een gelukkige jeugd gehad. Ik kom uit de Nieuwmarktbuurt. Mijn ouders waren middenstanders. We hadden het altijd goed. Ik deed het goed op school. Ik heb gestudeerd. Ik ben op een gegeven moment ben ik naar de Verenigde Staten verhuisd. Daar heb ik een aantal jaar gewoond. Daar heb ik een eigen onderneming gehad. Dat ging ook hartstikke goed. Alles wat ik aanraakte veranderde in goud. Ik was een jup en ik droeg mijn Armani en mijn Hugo Boss pakken. Op een gegeven moment ben ik teruggekomen naar Nederland. In Nederland kreeg ik ook goede banen. En the sky was the limit. Ik ben in het huwelijksbootje gestapt. Op een gegeven moment werd ik vader. En ik realiseerde me van, nou jongen, je hebt een goede baan, je hebt een leuke vrouw, je bent vader. Dus ik moest voor mijn gezin zorgen. Dat werd ook mijn focus. Dus ik richtte me op mijn baan, geld verdienen. En dat ging in principe hartstikke goed. Maar ook ik kwam aan de beurt. Ik kreeg problemen. Ik heb mezelf geholpen. Die kans heb ik gekregen. Nou, die kans wens ik iedereen toe. Helpen helpt niet, mijn ziens. En we hadden net een casus voorgelegd gekregen over een Surinaamse dame. En er werd gezegd, nou, wie zou je inschakelen? Nou, mijn ziens, je kunt inschakelen wie je wil. Maar helpen helpt niet. Zij moet gevraagd worden van, heb jij een hulpvraag? Hoe zou je dit willen oplossen? En samen met haar kun je aan oplossingen werken. Op het moment dat je gaat helpen, is het dweilen met de kraan open. Volgens mij, ik heb niet de wijsheid in pacht, ik ben geen wetenschapper, maar zo zie ik het. En ik zie dat, waarom zeg ik dat? Uit ervaring. Toen ik in de problemen zat, ik werd adviesbeu. Ik had bewezen dat ik het niet kon, want ik was immers dakloos geworden. Dus alles werd overgenomen. Mijn formulieren werden voor me ingevuld. De telefoontjes werden voor me gepleegd. Eigenlijk werd ik afhankelijk gemaakt van een hulpverlener. Maar ja, zoals ik al zei, een mailtje sturen, dat kan ik zelf wel. En mijn formulieren invullen, daar heb ik geen hulp bij nodig. Ik had te maken, maar dat is dan dakloosheid, ik had te maken met schaarste. De problemen die ik had, die namen zoveel energie in beslag, dat er weinig ruimte overbleef in mijn hoofd om logisch na te kunnen denken. Ik maakte me aan de lopende band zorgen van wat ga ik eten, waar ga ik slapen, hoe lang duurt dat? Nou, dat zijn de basale dingen die je nodig hebt om te kunnen functioneren. Dus ja, een afspraak maken en dan op tijd komen, nou ja, dat lukt je niet. Want je weet niet of je kunt komen. En op een gegeven moment werden ik noem ze maar de 3 B's. Brood, bed en bad werd voor mij, dat was een garantie. Daar hoefde ik me geen zorgen om te maken. En ik was, zoals ik in het filmpje zei, ik was liberated. De energie kwam weer terug. En dan kan misschien wel 95% van mijn energie zijn. En ik ging ineens wel mailtjes schrijven. Ik kon wel op mijn afspraken komen. Ik kon een douche nemen. Ik kon mijn overhemd strijken. En niemand wist dat ik dakloos was. Ik was gewoon een burger met aandachtspunten, zoals vele andere burgers, die mijn aandacht verdienden. En ik was ervan overtuigd dat ik de competenties had om die op te lossen. En daar kreeg ik ook de tijd voor. Dus die schaarste werd weggenomen. En dat wat ik al had, dat kwam naar boven. En dat heb ik als instrumenten gebruikt om mezelf te helpen. Die kans heb ik gekregen. En ik denk dat eigen kracht, het emancipatorische van het geheel, dus dat je mensen zichzelf laat helpen, ik denk dat dat heel krachtig is. Ik denk dat dat heel simpel is en heel krachtig. Op het moment dat ik de hulpverlener speel, die ik nu ben, en ik ben de bedweter, ik ben de dokter, en ik schrijf de medicijnen voor, spreekwoordelijk dan is die persoon aan de lopende band afhankelijk van me. Ik denk dat het heel krachtig is om te kijken van waar zit de schaarste. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de derde wereld
En de ontwikkelde wereld, neem ik altijd als voorbeeld in mijn... Iemand uit, ik noem maar een dwarsstraat, uit Burundi. En iemand uit Frankrijk. Nou, dat zijn twee mensen. Alleen in Burundi lopen ze achter en in Frankrijk zijn ze redelijk ontwikkeld. In mijn zin komt dat door schaarste. Iemand in Burundi, als je die naar Parijs brengt als baby en hij groeit op in Parijs, dan kan hij het ook. Dan is het ook een ontwikkeld mens en dan gaat hij ook plannen maken en dan kan hij ook succesvol worden. Maar in Burundi, ik noem even de landen, verzin ik even ter plekke. Dat kan niet, waarom? Die persoon heeft te maken met schaarste. Hij moet elke dag 10 kilometer lopen voor water. Hij moet elke dag maakt hij zich zorgen om eten. Dus hij heeft zoveel schaarste dat hij niet normaal kan nadenken. Dus samenwerken, lange termijn plannen, ja, daar komt niks van, want je hebt te maken met schaarste. En ik denk dat als je kijkt naar problematiek, moet je kijken van waar zit nou de schaarste, op welk vlak zit die schaarste. En dat je dan samen met die persoon in kwestie, dat je dan domme vragen stelt. Van wat is het probleem? Hoe zou je dat oplossen? Als die persoon dan zegt, nou ja, ik kan niet zo goed schrijven, zou je me met een mailtje kunnen helpen? Dan zou je daarop kunnen springen. En ik denk dat the way to go is voor de toekomst. Dus dat de regie bij de burger. Dat mensen de kans krijgen om zichzelf te helpen. Natuurlijk zijn er mensen die dat niet zo goed kunnen, die niet zo zelfredzaam zijn. Maar er zijn heel veel mensen die wel heel erg zelfredzaam zijn. Maar er zit natuurlijk, ik val de industrie niet aan hoor, dat doe ik niet. Maar er is natuurlijk een industrie. Wij worden opgeleid als professionals. Wij moeten mensen gaan helpen. Ja, je moet jezelf dan wegcijferen. Dus dat je een stapje terugneemt en dat je de mensen de kans geeft om zichzelf te helpen. Want dan krijg je een solide basis. Het fundament is stevig. Plus je leert mensen vissen. Ik ben van de metaforen. En je zit niet vis uit te delen aan de lopende band. Op het moment dat het kwartje niet valt bij haar, als zij niet wil, dan is het, je kunt helpen, maar dan is de kans dat ze een terugval krijgt, is heel erg groot. In ieder geval het kwartje vallen, dat is ook iets wat ik heel graag zou willen delen met jullie. Dat doe ik in een verhaaltje. Ooit heb ik iemand gesproken en die man was een jaar of 50 en die was 30 jaar lang plus alcoholist geweest. Nou, het was een leuke man om te zien, zeg maar. Hè. Zeker in zijn jonge jaren, zag er goed uit. En waarschijnlijk had hij dus een makkelijk leven. Hè. Dus makkelijke vriendinnetjes, had de gunfactor, bla bla bla. Bla. En op een gegeven moment was hij alles kwijtgeraakt. Hij is aan de drank geraakt, zijn vriendin kwijtgeraakt, zijn kinderen kwijtgeraakt. Iedereen wilde hem helpen. Zijn moeder wilde hem helpen, zijn vader, zijn vriendin, de omgeving, de buren, noem maar op. Maar het hielp niet. En op een gegeven moment werd het een stevige alcoholist. Op een gegeven moment gingen alle deuren dicht en hij werd letterlijk een bam. Dus zo iemand die er heel vies, greasy uitziet met zo'n Albert Heijn tasje. Zo'n persoon werd het. Nou, iedereen wou hem helpen, maar het lukte niet. En hij vertelde, op een gegeven moment moest hij van dorp A naar dorp B lopen. 'S Ochtends, straalbesopen. En ja, hij zag iets, een koe, een boom, een weiland. God mag weten wat hij heeft gezien. En hij kreeg een soort met openbaring van, wacht nou even, ik ben al 35 jaar dronken, maar dat wil ik helemaal niet. En toen is hij gaan zitten, op het fietspad, is hij in tranen uitgebarsten. En hij is naar het eerstvolgende dorp is hij gegaan en hij heeft hulp gevraagd. En in no time had hij het voor elkaar, in de zin van, had een plek om te slapen, had een dagbesteding. En op een gegeven moment vertelde hij zijn verhaal aan anderen. Om andere inzichten te geven. Met andere woorden, het kwartje laten vallen. Nou, motivatie kun je niet in een potje kopen, helaas. Wanneer valt het kwartje? Dat is de magical moment. Wanneer valt het kwartje? Dat weet je niet. En als het kwartje valt, als ik problemen heb, en ik erken dat ik problemen heb, dat is stap 1, dan is meestal, zeker in een land zoals Nederland, hulp is nabij, is dichtbij. We zijn een rijk land, we hebben heel veel hulpverleners, instanties die ons kunnen helpen. Meestal schort het aan die hulpvraag. De persoon in kwestie, die vraagt niet om hulp. Hij gaat niet naar de medicijnen, hij vindt drank een betere oplossing. Of hij keert zich naar binnen toe. En er is schaamte.
Mij lijkt het heel interessant als er wetenschappelijk onderzoek gedaan zou kunnen worden naar de dynamiek van het kwartje vallen. Hoe valt een kwartje? Mijn ervaringsdeskundigheid. Op dit moment werk ik bij je eigen stek, de plek waar ik geholpen ben. Mij is gevraagd om daar te komen werken. Wat ik nu doe, is eigenlijk domme vragen stellen. Ik pretendeer professional 2.0 te zijn. Ik ondersteun. Ik ga gelijkwaardig met mensen om. Ik weet het niet. Ik mag elke dag inschattingen maken. Die inschattingen maken vanuit een gut feeling. Vanuit mijn rugzak. Natuurlijk heb ik een opleiding gehad. En natuurlijk ben ik professional. Maar het is elke dag inschattingen maken. Mensen helpen. Daar zijn geen draaiboeken voor. Je kunt het in een metafoor weer vergelijken met het weer. We willen graag weten hoe het weer werkt. Daar zijn we mee bezig. Er zijn modellen, theorieën. Maar ja, we kunnen nog steeds niet 2 weken of 1 week vooruit voorspellen. Dat kunnen we maar een paar dagen. Meestal zitten we er nog naast. Dus en mensen zijn complex, hè? Met andere woorden, mensen helpen, hoe je dat doet. Er zijn geen, mijn zinziens, er zijn geen draaiboeken. Probleem A heeft oplossing B. Probleem A vandaag heeft oplossing B vandaag. Probleem A heeft oplossing C morgen. Hoe weet je welke oplossing er moet zijn? Dat doe je vanuit een inschatting. En dat, zeg maar, het vak wat ik nu uitvoer, vind ik heel erg mooi. Ik kom elke dag met een leeg hoofd binnen. En ik mag elke dag inschattingen maken. En op basis van mijn eigen ervaring, en iedereen wat dat betreft is ervaringsdeskundig. Ja, we zijn in een gezin opgegroeid, we zijn naar school gegaan. En dat maakt het heel mooi. Je gebruikt gewoon je boerenverstand. En je anticipeert op de wil van de ander. Want dat is de persoon die geholpen moet worden. En die kan aangeven wat hij wil. Op het moment dat ik zeg ja, nee, ja, dit, ik heb de oplossing. Ten eerste maak ik die persoon afhankelijk. Ten tweede, er is geen leeromgeving, die persoon leert niks. En meestal helpt dat niet. Dat helpt misschien tijdelijk, maar dan krijgt hij een terugval. Dus wil je mensen helpen, dan moet je ze vooral niet helpen. Je moet ze zelf laten helpen. Nou, en ze die kans natuurlijk geven. Die casus van net, ik zie die mevrouw en ik wil haar helpen. Ik wil die mevrouw helpen. Ten eerste moet ik een ingang vinden bij die mevrouw. Zij moet ontvankelijk zijn voor mijn hulp. En zij moet zeggen wat voor hulp zij wil hebben. Ik maak me zorgen om haar financiën, dat weet ik. Ik maak me zorgen om de kinderen, dat zie ik. Maar zij zegt, nou, ik wil niet dat je me helpt. Ga alsjeblieft weg. Wat moet ik dan doen? Dan zit ik in een dilemma. Ik denk wat ik net zei, van laat de persoon die... Nou, ik moet al, die mevrouw die heeft een opleiding edelsmid gedaan. Waarschijnlijk heeft ze heel veel competenties. Waarschijnlijk kan ze redelijk logisch nadenken. En kennelijk zit zij in de problemen. Ze grijpt naar de drank. Ze behandelt haar kinderen op een manier die niet kan. En daar zit een reden achter waarom ze dat doet. Toch? Een soort defense mechanism. Maar ja, dicht bij die mevrouw komen en samen met die mevrouw kijken van, nou, dit zijn de problemen. Erken je die problemen? Hoe kunnen we samen werken aan die problemen? Want anders, zoals ik al zei, word je adviesbeu. Ja, je hebt financiële problemen, we gaan dat en dat doen. Je hebt een netwerk toch van familie, alsof ze dat niet zelf kan verzinnen. Je hebt familie, broers en zussen, zullen we die even voor je inschakelen? Je hebt financiële problemen. Wist jij dat je bij schuldhulpverlening terecht? Ja, dat zal ze waarschijnlijk zelf ook weten. Dus state the obvious, of hoe zou ik het zeggen? Insult the intelligence van anderen. Dat is een faux pas, moet je niet doen. Dan ben je verkeerd bezig. Een gelijkwaardige verhouding creëren in een poldermodel. Op het moment dat je als hulpverlener uit de hoogte dingen komt doen, dat gaat recoilen in je gezicht en ben je nog verder van huis. Want het helpt niet. Ik denk dat we allemaal in een vak zijn gekomen omdat we er kennis mee hebben gemaakt in het verleden. En daarom Nou, ik ben het niet met je eens. Nee. Waarom? Ik kan een groep studenten
meenemen naar het park, ze een week laten slapen op een bankje. En achteraf weten ze nog niet wat het is om te slapen op een bankje. Want een student die kan naar huis gaan. Als het te koud wordt, kan hij met zijn OV-kaart kan hij weer terug naar huis. Het is dus de mindset. Jij bent in het voorbeeld van een dakloos. Jij bent een dakloos. En vanuit die mindset heb je die ervaring. Jij weet dan wat het is om... Laten we zeggen, ik kan jou vertellen... je kunt je... Van een metafoor. Je kunt je aan vuur kun je eigen verbranden. Dat kan ik je vertellen. Dat is kennis. Maar je moet het eerst hebben. Ja. Maar dat is een heel groot verschil. Ik vind de aanname dat je iets moet hebben meegemaakt om een goede hulpverlener te zijn, dat vind ik al niet per definitie de enige juiste aanname. Dat is jouw mening. Je moet levenservaring hebben, die kan er op allerlei manieren uitzien. Je moet vooral het vermogen hebben. Om de nieuwsgierigheid te hebben om wat de ander beweegt en motiveert. Dus voor mijn gevoel is het veel meer een attitudeverhaal. Ik zie om me heen wat u zegt. Mensen die komen, moet ik het heel bot zeggen. Ik kom uit het Gooi. En ik wil hulpverlener worden. Ik ga naar de HVA, want daar ga ik hulpverlener worden. En dan kan ik op feestjes en verjaardag vertellen. Ik ben de hulpverlener, een nobel iets. Ik help andere mensen. Toch? Ik heb de theorie gehad. Ik heb mijn scriptie geschreven. Ik heb mijn bul en ik ben hulpverlener. En ik ga ergens werken. Van een nobele bedoeling ga ik mensen helpen. Maar ja, dan help ik iemand, bijvoorbeeld in de wereld van dakloos, de hele dag. En dan aan het einde van de dag maakt hij me uit scheldt hij me uit, weet je wel, jat hij mijn portemonnee. En dat gebeurt dag in dag uit. En dan word ik bot. Op een gegeven moment ben ik hulpverlener voor de hypotheek. Dankjewel.